NEC neemt het vrijdag in de eigen Goffert op tegen concurrent Almere City. Na de laatste twee wedstrijden zonder punten te staan en de periode niet meer te kunnen winnen, gaat NEC proberen om 3 punten te pakken in de zogenoemde 6-puntenwedstrijd. NEC staat 8e met 27 punten en Almere City staat 11e met 25 punten. Volgens trainer François Gesthuizen moeten er vrijdagavond dingen veranderen. Als je kijkt naar het begin van de wedstrijd van Excelsior, waren we goed in de opbouw, konden goed de vrije man vinden. Nou, dat was in Volendam minder. We kwamen eigenlijk heel moeilijk aan het opbouwen, ook door hun hoge druk, maar ook omdat wij slordig waren in de opbouw of niet kozen voor de opbouw. Nou, vorige week hebben we ook iets anders gespeeld dan de weken daarvoor. Nou, dat ging iets beter, alleen uiteindelijk moet je dan dat wel vast kunnen houden. En als de tegenstander iets verandert, ook goed kunnen anticiperen op waar de mogelijkheden liggen. En dat hebben we eigenlijk slecht gedaan vorige week. Met nog één wedstrijd te gaan voor de tweede periode, die heeft geen kans meer op die titel. Waar is dan nu het divisionele wedstrijd voor om een vertrouwen herstellen? Nou ja, die periodetitel is heel snel extern gaan leven bij mensen, vooral bij media. We hebben daar uiteindelijk ook steeds wel gezegd van laten we maar even afwachten. Die periode is 10 wedstrijden, hoe er dan 7 wedstrijden voor staat. Nou, dat was die wedstrijd tegen Volendam. Nou, die verloor je. Daarna had je het al min of meer niet helemaal meer zelf in de hand. Dus wat dat betreft was dat voor ons niet zo'n groot issue als voor de buitenwereld. En natuurlijk, als je naar 7 wedstrijden zo staat, dan ga je daarover nadenken. Maar uiteindelijk verandert er voor ons niet veel. En willen we play-offs halen. Uiteindelijk, als je ook nu ziet, hè, die serie wedstrijden die we hebben gehad, dat levert uiteindelijk op de stand ook op dat je gaat stijgen. Nou, uiteindelijk willen we aan het eind van de rit op een play-off plek staan. Alleen uiteindelijk wil je wel ook zien van het team, de laatste wedstrijden verloren, dat er een team staat die wil winnen. En ten koste van alles wil winnen. En dan is voetbal leuk en tactiek leuk. Maar ook een gedeelte moet gewoon met je hart en met winnaarsmentaliteit. Ja, en uiteindelijk spelen we thuis. We hebben alleen tegen Eindhoven thuis volgens mij verloren de eerste wedstrijd. Ja, willen we ook gewoon winnen. En ook als je kijkt naar de stand, om bij die bovenste groep bij te blijven, moeten we deze wedstrijd winnen. En dat willen we ook terugzien in de groep. Tot de wedstrijd tegen Volendam zag je er defensief een aantal weken lang goed uit. Nu 2 nederlagen. Doet dat iets met het vertrouwen achterin? Nee, zeker niet. We hebben gewoon 2 keer verloren achter elkaar, maar dat doet helemaal niks met vertrouwen. Wij hebben niet goede wedstrijden gespeeld, maar wij zijn met z'n allen en met z'n allen moeten wij gewoon morgen 3 punten halen en ons beste resultaat halen. Ken je daar nog mensen die daar gespeeld hebben? Want het is toen maar een paar seizoenen geleden. Ja, zeker. Ik ken daar een paar mensen. Ik ben een beetje met contact met 2 spelers vandaar, dus zeker een mooie wedstrijd morgen. Je hebt nog wat extra informatie aan de staf gegeven voor morgen? Nee, dat doe ik niet, omdat wij moeten onze spel spelen. En als we gaan onze spel spelen, dan gaan we gewoon 3 punten halen. Maakt niet uit hoe tegenstander speelt. Ja, tegen Almere, dus wat is er voor een team? Normaal iets beter dan wat ze nu op de ranglijst staan afgelopen seizoen? Ja, het is lastig, hè? Ze hebben een trainerswissel gehad. Ze hebben nu sinds de trainerswissel 2 wedstrijden gespeeld. Andere jongens, wat jongens teruggekomen van blessures. Dus op papier een prima elftal, maar je ziet dat zij ook nog niet helemaal draaien zoals zij willen draaien. Lastig om te kijken om te zien wat we kunnen verwachten, omdat deze trainer misschien wel andere gedachten heeft. Maar het blijft wel een team als je kijkt naar de namen die kwaliteit heeft. Alleen wij spelen thuis, ik vind dat wij deze wedstrijd moeten willen winnen. Ik zag je het laatste kwartier, 20 minuten nog extra trainen op voorzetjes. Jij gaat er eentje inknikken morgen? Ja, hopelijk wel. Omdat een paar keer had ik pech en ik hoop dat morgen tik ik eentje er gewoon erin. Ja, want Almere, nog even naar die ploeg. Al wel geanalyseerd wat voor team dat is. Wat verwacht je daarvan? Ja, ze zijn wel voetballende ploeg. Maar wat ik heb al gezegd, wij spelen thuis. Wij spelen gewoon bij onze supporters. En wij moeten gewoon onze best doen om 3 punten te halen. Zie jij nog een reden om de basiself op meerdere plekken te wijzigen? Ja, wij kijken iedere week ook als we winnen. En daar is vaak wat minder reden toe. Naar waar kunnen we verbeteren en waar kunnen we de tegenstander pijn doen. Dus dat gaan we nu ook doen. Dus zullen we intern eens kijken van waar we zaken kunnen veranderen. Dus, maar dat doen we iedere week.